Goedemorgen iedereen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben onderweg naar mijn auto. Ik ga naar de nagels vandaag. Dus ik ga even aan mijn auto stappen. Als ik die open krijg met één hand. Jawel. Oké. En ik ga voor... Oh my, het is koud. Ik ga voor Summer Nails today. Want nog 2 dagen. En I'm off to the sun. Oh, kijk er naar uit. Kijk er echt naar uit. Dus ik denk dat ik voor een licht blauw of zo ga. Even, kom maar eruit, is er? Oké. Okay. Maar ik ben nog niet zeker. Ik ga zelfs zien wat ik ga doen. Mijn nagels zijn gedaan. Zien er zo uit. Oké, mooi. Licht blauw. Helemaal klaar voor vakantie. En ik ben een slaatje gaan halen bij de Bruno's. Mayonnaise. Maar de tomaten ga ik eruit doen, want ik lust niet graag tomaat. Dus dat ga ik nu eerst eten. Ondertussen ga ik de mails doen en daarna ga ik pakjes maken. Het zijn er veel, dus ik zal sowieso wel even bezig zijn. Ondertussen zijn we weer een tijdje verder. Ik heb... Oei. Oh, ik dacht dat ik mijn handrem niet op had. Ik heb pakjes gemaakt. Ik heb gewerkt op kantoor. Ik heb nog veel kunnen doen. Nu ga ik de pakjes binnenbrengen. En dan ga ik naar Brides & Beyond voor mijn lippen touch-up. Ik ben aangekomen bij Brides & Beyond. Ik ga nog heel snel mijn lippen laten zien. Zo zien ze er nu uit. Nu krijg ik een touch-up. Dat is na 3 weken bij deze hyaluron pen, noemt dat. Ze wordt er met een pen in gespoten. En na 2 weken krijg je een, 3 weken krijg je een touch-up. Dus dit zijn ze nu. Straks zullen ze iets voller zijn, denk ik weer. We zijn ondertussen 2 uurtjes verder, denk ik, of 3 uurtjes al, van toen ik naar Brides & Beyond ging. Dit zijn mijn lippen nu. Ik hoop dat jullie het zien, want het licht is hier zo. Waar is de zon hier? Zoals je kunt zien wel iets dikker. Ik denk dat het hier een beetje blauw gaat worden. Want ze gebruiken nu een nieuwe techniek. Dus dat kan zijn dat dat wat blauw wordt. Maar weer geen pijn. Niks. Zalig. Is echt goed. Ze hebben hier van onder mijn lippen wat recht gemaakt. Want deze kant was wat schever. En boven gewoon nog een beetje extra gedaan. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik ga nu heel snel naar de Vatana, want ik had op bol.com nog extra blaadjes voor mijn spelletje keer op keer besteld. Ik had dat eergisteren nacht gedaan. Ik werd wakker en ik dacht, oh, daar wil ik nog mee op vakantie. Dus ik heb s'nachts dat zitten te bestellen op bol.com. Wat heel stom was, want daardoor heb ik het spel opnieuw besteld, terwijl ik dat al had, in de plaats van die blaadjes. En als ik nu die blaadjes nog bestel, dan is dat te laat. En ik denk dat met dat extra spel wat ik heb, dat is echt mijn lievelingsspel, dat en Exploding Kittens. Ik denk met dat extra spel wat ik nu heb, dat ik binnenkort een giveaway ga doen voor jullie. Dus dan kunnen jullie mijn favoriet spel winnen. Dat is wel leuk, hè? Ik ga dus nu snel in de Vatana kijken als ze dat hier hebben. Ik weet het niet, ik vrees ervoor. Ze hebben het spel, maar ik denk niet de bijvel dingetjes. Lappen. Nee, ik zie het niet. Ze hebben het niet, hè. Ik heb het gevraagd. Oh, oké, stom. Ik wou dat voor op vakantie, want dat 1 papiertje, dat ben ik al zo gewoon om te spelen. Dat ik al zo een beetje strategieën heb. Dat is dan tof als je zo nieuwe papiertjes hebt. Maar ja. Mag niet zijn. Dan is het zo, hè.
ik ga nu iets drinken nog. En dan ga ik waarschijnlijk gewoon slapen thuis. Want ik ben moe. Ik ben kei blij met mijn nagels. Met mijn lippen. Ik vind ze er wel echt mooi uitzien. En langs opzij is zo meer zo... Goed. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben wel blij. Maar ik ga morgen nog een klein stukje filmen, denk ik. Anders is de vlog niet lang genoeg. Dus ik zie jullie morgen vroeg. And once again, at the office. Het is de volgende dag. Ik vertrek straks naar... Zelfs. Binnen 2 of 3 uur, denk ik. Naar Schiphol. Ik moet me nog douchen. Dus wil ik gaan zien. Ik heb ook geen make-up op vandaag. Want ik dacht, voor die vliegreis ga ik mijn huid even laten rusten. Ik heb nog een jurkje aangekregen. Jurkjes van Totally Too. Die zijn binnen. En ik ga eentje meenemen op vakantie. Ik hoop dat de smalle gaat passen. Dat het niet te kort is. Maar het ziet er zo uit. Wit met zo kleine bloemetjes. Super schattig. Maar ik ga dus even aanpassen. Oké, ik ga het wel meenemen. Het is wel super cute. Ik heb mijn broek op mijn enkels. Maar dit is wel mooi. I like it. Cute little dress. Dan heb ik nog een pakje aangekregen van Biotherm. En daarin zit Cream in Oil Blue Therapy. Voor normale tot droge huid. En dit is Life Plankton Elixir. Fundamentale treatment. Ik weet niet juist wat dat is. En deze is voor onder de ogen een oogcreme. Woehoe, kei leuk. Wauw, ik vergeet gewoon bijna de vliegtickets en de printer. Die moet ik ook nog meenemen. Oké. Ik ben ondertussen terug thuis. Ik heb me zo net even gewassen. Mijn jogging aan, want we gaan zo vertrekken naar Amsterdam. Ik ga hier op de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. En ik zie jullie overmorgen.